Suriname heeft 100.000 sneltesten ontvangen van Nederland. Deze zijn gisteren ingevlogen door de SLM en zijn een onderdeel van de schenkingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland. Minister Amara Madin van Volksgezondheid nam de sneltesten uit handen van een gezant van Nederland, Mark Sprenger. De bewindsman heeft tijdens zijn werkbezoek in Nederland samen met de demissionaire minister van Volksgezondheid en Welzijn, Hugo de Jonge, een schenkingsovereenkomst getekend. Volgens minister Ramadien zijn deze sneltesten op het juiste moment aangekomen in Suriname en kunnen wij nu binnen 20 minuten na het afnemen van de swabtest weten als mensen positief of negatief zijn. De testen hebben een hoge gevoeligheid voor COVID-19 en zullen landelijk worden ingezet in de strijd tegen COVID-19. Hierdoor kunnen besmette personen sneller in isolatie om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Als wij de COVID-19 dashboard raadplegen, zien wij dat gisteravond 225 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. 2 personen zijn komen te overlijden en 4.973 personen zijn in thuisisolatie. 92 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 23 op de intensieve zorg liggen.